Zijn we allemaal ready? Mensen, welkom. Vandaag zijn we hier voor Just Football. De finale challenge! Voor de mensen die echt geen idee waar het over gaat. Eerst hier was op zijn kanaal, toen zijn kanaal, toen zijn kanaal, toen zijn kanaal. En nu... Nee, kut, kak! Eerst hier was op zijn kanaal, toen zijn kanaal, toen zijn kanaal, toen zijn kanaal. Nu op mijn kanaal. En vandaag hebben we 3 winnaars en 3 verliezers. En dat zijn de 3 hoogste en de 3 laagste. En 3 hoogste gaat daar staan. En 3 laagste hier. Wat we nu gaan doen, zij gaan een winnaar challenge doen. En de winnaar krijgt een prijs die wij nog niet weten. Wij wel. Zou ik het vertellen? De winnaar krijgt een shirt naar keuze van club. Met een naam. Dus stel je denkt, ik wil... De winnaar krijgt ook nog iets anders. Wat dan? Die mag ook een gedeelte van de straf van de verliezer bepalen. De winnaar mag een wit shirt bedrukken met een foto van hem naar keuze. Uh-huh. En de verliezer moet dat een week lang dragen. Maar wacht even. Dus degene die zeg maar dus verliest, dan mag de winnaar een shirt, maar wel met zijn hoofd op. Met zijn hoofd, maar foto naar keuze. Dus stel Rob wint, want Rob... En dan moet jij daar zijn, maar jij moet dat een week dragen. Een week al je video's in op. Oké, in ieder geval, we gaan beginnen met de winnaars challenge. Challenge. Ik zal even uitleggen wat Just Football is. Het is een app. En met die app kan je voetbal challenge in het echt doen. En ja, kijk even de video van Rob, daar wordt het echt perfect uitgelegd. En ik kan nu wel 2 minuten gaan uitleggen. Maar dat heeft geen zin. Zal ik het heel kort doen? Ja, doe maar heel kort. Just Football is een app waarmee je digitale voetbalcarrière kan opbouwen. En ondertussen zie je het op het scherm. Je krijgt een kaartje. Dat kaartje kan je beter maken door challenges te spelen tegen vrienden op een voetbalveld, voetbalpleintje of wat dan ook. En met die challenges, als je die wint, dan krijg je punten en munten. En daarmee kan je pakketjes openen. En met die pakketjes krijg je spelers die je kan gebruiken in je team. En als je betere beoordelingen, teamgeest hebt, dan krijg je een hoger multiplier van je team. En die multiplier bepaalt weer bij de volgende challenge hoeveel bonus je krijgt voor de punten. Duidelijk. Het is een oneindige cirkel. In ieder geval, download de app gewoon even in de beschrijving. En ga lekker met je vrienden voetballen. En, kom eens naar buiten, man. Ja, en Leen, wel ook onze video blijven kijken. Oké, in ieder geval, laten we maar beginnen. De winnaars moeten... Dus jullie eerst. Mensen, de challenge komt er nu aan. Denk pijn aan. Oké, de challenge die hier staat. De 1-toets challenge. Oh, maar de bal. Yes, kut. One touch is all it takes. Fucking 1-toets. Laat de tegenstander in de goal de bal naar je rollen. 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 Ja, dan moet het als je one touch doet. Rollen naar huis. Hoe doet hij het zo? Rollen naar huis. Doe op je leven. Ik wil best keeper. Ik ben een uitstekend keeper. Video. Lekker. Laat tegenstander de bal naar je toe rollen. En score je eerste aanraking, wissel af. Moet een poging hebben. Rollen. En zie wie het meest kan scoren. 4 pogingen elk. 4. 4. Hij moet buiten 16 geschoten worden. Oké, doei. Matthijs, are you ready? Ja. Moet je toch rollen, hè? Gast. Ik ben echt beter in midden gesteld. Wel op het schot. Yes! Ik ben wel op mijn rechter. Oh. Zo, ik heb hem naast persoon. Alles op nu. Dat is een hek. Goeie knal. Oh, lekker hoor. Yes. Oh. Jezus, wat een lucky keeper. Was het beste schot. Ver weg. Dat doe je echt niet. Nou, hoeveel op schot, man. Zo, die deed wel even pijn. Die kletste dan. Hey jongens, ik weet dat ik angstaanjagend ben als keeper. Wordt die bal aan? Ah, niet als keeper hoor. Dat is je kutkrant. Dat is persoonlijkheid, ja. Verschijning. Beetje eng. Goeie rol. Ah, wat is dat? Rollen. Ja, als je dat doet, loopt neem maar Hij rolde niet. Gaat binnen de 16. Binnen de 16. Oh ja. Oh ja! Oh my god. Ik ben gewoon te optimistisch, kijk, jongens. Kijk mensen, wil je niet zeggen. Schiet nou gewoon op. Ja, jij deed zelf net ook gewoon. Jij was zelf direct van spray. Net nog gewaarschuwd dan. Maar... Dat heb ik wel gedaan. Dat was al kort geleden. Oh, ik heb wel gedaan, oh ja. Ha! Yes! Ik ben nog een missie van de zon. Ja, goed. Hij pakt zo gewoon allemaal. Zit hij recht op, zeg. Ik heb niks te doen. Look at this dude. Niet gelukt. Oh, gewoon niet met zijn handen, zo gevaarlijk. Oké. Okay. Weer door de fucking midden. Door de midden. Door de midden. Door de midden. Hem door de midden. Broertje, wat zag je, broertje? Cardi on the line. Boom. Oh. Ja, maar hij zit er nou 2 over het hek heen. Normaal. Nee, in de bom. Nee, ja, die moet er wel uit. Ah. Hey! Word je oké? Ja. Ja, gastje. Waar slaat dit op? Oh. Jongens,
Icardi! Ja, ja, kijk, dit is dus out of control. Ja! Ja, ja! Ja, man! Eindelijk! Bij de ijskoor nu ook! Ja, als een hondenskoor moet echt kijken. Hoe doet hij? Komt hij op! Ja! Ja, ja, ja. Lekker hoor. Rob in! Ja, onverdiend nadat hij 7 challenges had gevonden. Oh, ik vind wel, ik vind Rob eigenlijk een beetje een loon, maar ik geloof hem wel naar al die challenges. Nee, mensen, Rob heeft gewonnen, maar ze zeiden van de One Touch Challenge is ziek moeilijk. We hebben besloten. Losers nou ook de One Challenge. Dat de losers nu ook de One Touch. Mag ik hem dan keepen? Ja, de één ja. Ik ga dus bepalen wie met mijn gezicht op zijn shirt gaat lopen, hè? Dan word jij Milo of Mark. Ja, je moet een Insta stories ja. Mee maken en je moet hem in 3 video's aan hebben. Ja, oké. Okay. Ja, dat vind ik een goeie. Mensen, dat horen jullie. Je moet het shirt, dus de verliezer van deze challenge, die het laatst scoort, moet je shirt met het Rob zijn hoofd. Moet hij jouw hoofd of kan je ook Matthijs hoofd doen? Ja, maar ik doe die van mezelf. Oké, okay. Als het sauskoppie. Moet je dus met Rob's hoofd op een shirt lopen in minimaal 3 video's. Sowieso het sauskoppie. In 3 video's en Insta story en 1 keer naar buiten. En minimaal 1 keer naar buiten. Ja. Mark komt naar buiten, dus dat scheelt. Ik ben Mark voor dat volgend jaar. Tijntje Mark halfweg onderweg naar de sportschool. Milo begint. Oh, heel lekker dit. Ja, een beetje kunnen toch? Oh! Nou! Nee, die wilde de hoek per se maken, maar ja. Bob, I love you. Je weet, ik ga met je hoofd in mijn shirt lopen, maar ik doe het sowieso wel. Ook lekker deze. Wat een paashoek. Deze bal is veel lichter, hè, maakt het nog moeilijker. Dat is leuk. Maar ook een beetje uitdaging om die mannen. Oeh! Aardig poot. Okay, die bal moeten we niet meer nemen. Nee. Jawel, Mark. We zijn klaar. Kun je mij het inschieten? Oh, die komt heel lekker. Nee! Ah, zo! Hij doet het! Alright, kom en ik. Ja, goed dan. Kom maar! Dat was de vierde! Ja, Milo verloren. Oh, dat is niet een slecht geraakt trouwens. Jammer. Oh, man! Yeah. Lekker. Als Mark mist, is het afgelopen. Als Mark scoort, is het gewoon weer opnieuw. Yes! Ah, yes! Yes! Ah, Marky! Ik vind het graag leuk. Mensen, wil je nou niet doodgaan aan cringe? Klik dan nu alvast de video weg. Want je gaat nu een minuut lang, of in ieder geval een paar beelden van Matthijs zien. En oh, ik durf het zelf niet te kijken, maar... Ik heb het gefilmd. Ik heb er nu al spijt van. Ik heb er nu al spijt van. Sterker met de edit... Nee, dat toch niet. Nee, maar zelfs ik had de moeite mee. De beste speler was het daar, onze Mike. Oké, okay, kan we staan voor de outro? Wil je het even cringe maken? En Mark heeft verloren, dus je krijgt ook 60 billies. En dat kan ik niet meer. Die waren al mijn trucjes. Ik kan letterlijk niks anders meer. Milo, doe me er niet aan. In ieder geval, dank voor het kijken aan deze video. De winnaar van alles. Deze man. Ik moet zeggen, wel onterecht. Ja, een beetje scriptig ook. Een beetje scriptig. Beetje de verliezer. Staat ernaast. Ik kijk gewoon heel erg tegen Rob op. Vooral Mark zijn kanaal en Rob zijn Insta in de gaten. Want Rob gaat waarschijnlijk het shirt van Mark gaan verzorgen. Nu heb je eindelijk een reden om Mark te abonneren. Abonneer zeker op mijn kanaal. Doe een duimpje, man. Duimpje. En Just Football, dankjewel voor deze opnamedag. En tot de volgende keer.